Misschien is dit wel het liedje dat soort van uitdrukt hoe dat was om in de muziekwereld te stappen. Met het gevoel van, laat ik het maar doen. Hey, ik ben Teske en het komende jaar gaan mijn zus en haar vriend mij maandelijks volgen in mijn leven als YouTuber, blogger en het allerspannendste, zangeres. In deze serie zie je wat voor avonturen ik beleef. Giel gaat een soort van nieuwe talentenjacht doen op YouTube. Beetje weg van de zenders, weg van de sponsors, weg van alle regels die erbij komen kijken als je op tv bent. En hij heeft wat jonge muzikanten of YouTubers, wat dan ook, heeft hij gevraagd voor wat promofilmpjes. Dus dat gaan we vandaag doen. En het idee is dat ik eigenlijk in het begin dat het lijkt alsof ik gewoon lekker in mijn slaapkamertje een beetje aan het zingen ben. En dat het dan uitzoomt en dat ik opeens in Ziggo Dome ben. Dus dat is wel heel erg tof. Ik ben eigenlijk nu pas een beetje vanaf niks zelf, denk je. Oké, cool. Ik vond het een mooie post van... Wat zetten we er voor in plaats? Over hoe dat je jezelf zijn. Oh jeetje, die heb je ook echt gewoon... Ja. Maar dit is dus het probleem, hè? Want als ik dan door ja, mensen dat... het echt hebben gelezen, ja. Zeg maar, in het echt, dan denk ik altijd, oh fuck. Ja, maar dat vond ik zo mooi dat je dat ook wel omschreef. Dat het een beetje als een soort contrast voelt van... jezelf laten zien. Ik vind het moeilijk om mezelf te laten zien. Nee, maar ik begrijp het heel goed hoor. Als geen ander misschien wel, omdat ik dat zelf ook wel een beetje heb. Waarbij ik ook heel veel dingen over mezelf vertel op de radio en dat allemaal heel fijn vind ofzo. Mm-hmm. Maar als mensen echt letterlijk in mijn aura gaan zitten, dan denk ik, dan vind ik het veel moeilijker om het over hetzelfde onderwerp te hebben. Nou ja, ik was vooral heel benieuwd, nou, omdat ik gelijk dacht van, oh, jij hebt je blijkbaar creatief of weet ik veel, helemaal laten gaan in een nummer. Daar was ik dan wel gelijk heel nieuwsgierig naar. Ik ben nu aan het werken aan een demo. Ik wilde proberen zelf iets op te nemen thuis. Omdat, ik heb natuurlijk heel veel schrijfsessies, maar ik weet zelf ook wel heel goed wat ik wil maken. Dus ik dacht, ik ga gewoon hier thuis proberen of ik er iets van kan maken. Dus ik ben nu bezig met een nieuwe song. Soms werk je met tekst. En soms werk je met muziek als eerste dan. En als je eerst met muziek gaat werken, dan merk je wel gelijk wat voor feeling het nummer heeft. Dit is wel vet. Ik denk dat ik wel gewoon iets van tekst, dat ik even kan proberen wat melodieuze dingen te doen. Dat ik even wat teksten verzin. Ik schrijf gewoon alles op wat in mijn hoofd opkomt. Ja, maar ik denk dat gewoon de keyzin moet zijn, het is een gevoel. Kijk, ik maak dit nu thuis. Ik ben natuurlijk geen producer of zo. Maar ik heb wel wat geleerd nu over de maanden. En ik denk dat ik gewoon daarmee naar Leon ga, mijn vaste producer. En dat we dan samen even kijken wat er nog beter kan. Of er nog andere dingen in het nummer moeten. Ik heb gewoon heel erg het gevoel dat mijn muziek, wat ik tot nu toe heb gemaakt en wat ik heb uitgebracht, dat het allemaal iets te veel naar oranje neigt, weet je wel. En dit is meer, meer dat blauwe waar ik naar op zoek was, denk ik. Als ik deze zo een paar keer oefen, denk ik wel dat ik dat eerste stukje kan opnemen. Dus kunnen we ook even horen hoe het klinkt bovenop de track. Introotje. Gewoon fijn, witte rook. Ik loop door een droom. Hij zei, ga je mee? Ik zei nee. Het is een gevoel. Tof. Ik denk dat ik wel een paar ad-libs er tussendoor ga doen. Dus bijvoorbeeld, het is een gevoel. Er zit iets van afstand in het nummer, weet je wel? Ik neem een soort van afstand van mezelf. Dus wat als ik die ad-libs gewoon echt ook aan de andere kant van de kamer ga opnemen? Gevoel. Ik doe heel veel op gevoel. En dit hele muziekgebeuren is begonnen
Doordat ik dacht, laat ik het maar doen. Laat ik maar een sprong in het diepe nemen. En daar komt natuurlijk ook heel veel gevoel bij kijken. Misschien is dit wel het liedje dat soort van uitdrukt hoe dat was om in de muziekwereld te stappen. Dus ik wil eigenlijk een soort van post-chorus maken. Dus je hebt het refrein en dan dat er een heel klein stukje na komt, dat mensen nog net zoiets hebben van, oh, het is nog niet afgelopen. Dus als dit liedje slaat op de industrie waar ik in zit. Ik weet niet, het woordje poppenkast komt bij me op, omdat natuurlijk ook heel veel neppigheid is in de wereld. Poppenkast, 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 ik zit in een kliko. Au, au. Oh, oh. Je moet nog even groeien, zeg maar. Dat je er zo kan zijn en ook zo weer weggegooid kan worden. Ik denk dat het wel een mooie metafoor is. Oké, dit beatje moet niet een soort van fuck you naar de industrie gaan worden, maar het is wel de waarheid. Als ik zing, ik zit in een kliko. Ik ben natuurlijk niet in mijn eentje in die kliko. Misschien wel andere mensen die er ook zitten, maar ook dingen, weet je wel. Nootjes. Wat als ik die gewoon even los op ga nemen? Dit hoeft sowieso allemaal niet overnieuw, want ik wil gewoon dat het natuurlijk blijft. Wil jij op de track? Vind je dat leuk? Is wel tof, dan kom je wel op mijn EP. Poppenkast, poppenkast, poppenkast. Ik zit in de kliko. 1, 2, 3. Klop, klop. Klop, klop. Vet toch? Wil je ook een help doen? Want dan hebben we dus meerdere mensen in één kliko. Dat is heel logisch, want ik ben natuurlijk niet de enige die weg wordt gegooid door de industrie, toch? Help, help! Hoe was het te snel? Help, help! Nee. Ik vind het wel vet. Ja. En dan sluit ik hem af met... Ik, laat mij hier uit. Oeh, laat mij hier uit. Ik denk wat ik probeer vooral met mijn muziek is heel veel emotie over te brengen en de luisteraar ook echt mee te nemen in het verhaal wat ik probeer te vertellen. Snap je? Dus niet dat ik zeg, ik ben zo verdrietig, maar dat ik dan ook gewoon ze laat horen hoe verdrietig ik ben. En ik denk ook wel dat het publiek wat ik nu heb op YouTube, dat echt de perfecte doelgroep is voor wat ik hier aan het maken ben. Voor de volgende Teske & Co aflevering hebben we nog geen beelden, want die gaat zich volledig afspelen op het Feed Festival en de Awards. En die zijn nog niet geweest, vandaar. Maar als je dat wil zien, kijk dan volgende maand weer naar een aflevering van Teske & Co. Doei!